Marianne. Oh, hij staat al aan. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Welkom bij de weekvlog. De weekendvlog is het nog. Weekend? Ja, we gaan niet meer afsluiten. Oh. Kut. Goedenavond. Ja, als afsluiting van de weekendvlog. Ja, want we hebben een redelijk korte weekendvlog anders. We hebben gisteren, dus vandaag is maandag, gisteren hebben we niet zoveel gefilmd. Helemaal niks, geloof ik. Zoals de rest van Nederland was het echt super warm, hebben we vrijwel niks uitgevoerd. Dus was het gewoon niet leuk. Nee. Maar dat geeft ons nu mooi de tijd om wat we afgelopen week beloofd hebben, om onze volgende trip aan te kondigen. Vandaar de hoedjes. Zoals ze zeiden, we gaan volgend jaar gaan we weer naar Florida. Ja. Woehoe. Althans, wil zeggen, we gaan ons uiterste best doen. We hebben de vakantie geboekt. Ja. En dan gaan we nu krom liggen en droog brood eten en water drinken, zodat we erheen kunnen gaan. Dat valt wel mee, want we moeten wel even nog flink sparen. Ja. Maar goed. Ik wil een aantal dingen wil ik gewoon even bespreken. Dat is prima. Van wanneer gaan we? Van 24 oktober tot 9 of 10 november. November. Ja, ik had niet helemaal goed opgelet. Het was eigenlijk de bedoeling dat we 16 nachten zouden boeken. Ik heb er nu 17 geboekt. Er is nog een mailtje over naar Disney, kijken of dat teruggedraaid kan worden. Dus het is of 16 of 17 nachten. Nou ja, als het er 17 zijn, dan moet het maar. Dan moet het maar. Ach ja. Komen we ook wel overheen. Welk hotel hebben we geboekt? We hebben weer Pop Century geboekt, want dat beviel vorig jaar heel erg goed. Ja. Waarom Pop Century? We hebben het al een keer in eerdere vlogs gemeld, maar Pop Century is ligt heel dicht bij Art of Animation. Wat wij, punt 1, echt een super mooi hotel vinden. Ja. Alleen het is gewoon te duur om daar te verblijven. Ja. En ik vond het daar ook erg druk, dat vond ik in Pop dan weer meevallen. Ja. En je kunt dus van resort naar resort lopen, waardoor je dus ook tussen twee bussen kunt kiezen. En tussen twee foodcourts, ook niet heel onbelangrijk. Art of Animation schijnt wel de beste foodcourt te hebben van heel Disney World. En ja, het is sowieso de meeste keuze. Ja. Ik durf niet meteen te zeggen dat het de beste foodcourt heeft, maar het is sowieso de meeste keuze. En ja, het eten wat je daar hebt is wel erg lekker. Ja. Waarom hebben we nu al geboekt? Omdat we nu, is er de actie dat je 14 dagen parktoegang voor de prijs van 7 krijgt en een dining plan. En ja. Dat houdt in dat al je maaltijden al betaald zijn. Ja. Normaal gesproken, ik kan het een beetje zo uitleggen. Het is nu een free dining plan actie, maar de free dining geldt alleen op de moderate resorts. En de enige moderate resort wat wij, wat enigszins in ons budget lag, die zit in de verbouwing. Ja. Dus nu hebben we gekozen om een value resort te nemen en te upgraden voor ietsjes meer naar met een dining plan. Een quick dining. Ja, quick service dining plan. Dat houdt in dat we twee maaltijden en twee snacks op een dag mogen eten. Ook dat zullen we nog wel weer uitleggen in een nieuwe vlog. Want we hebben al een keer een vlog aan besteed, maar hebben er wat wijzigingen plaatsgevonden waardoor die verouderd is. Het is tijd om weer een nieuwe op te nemen. Ik denk dat we als onze Florida vlogs van nu erop zitten, dat we gewoon weer, ik denk om de week misschien dit keer, ja, Weer de op weg naar Disney video's gaan maken. Maar dat precies. Kondigen we tegen die tijd nog wel aan. We hebben voorlopig nog genoeg vlogs te gaan. Wat er ook bij zit, is een gratis fotopas. Ja. Dus al onze foto's die tijdens de trip gemaakt worden, die komen op de fotopas terecht en die kunnen we gratis downloaden. Dus dat is helemaal top. Kunnen we met z'n viertjes op de foto, niet dat één van ons elke keer er niet op staat. Nee, dat is toch jammer. Ja. Je hebt al gezegd de 14 voor 7 actie, dus 14 dagen toegang voor de prijs van 7. Ja, en dat scheelt je toch zo 2.000 tot 3.000 euro wel. Het scheelt in ieder geval een heleboel. En we hebben ook met parkhopper erbij en het is gewoon helemaal geregeld. We hoeven nergens meer aan te denken. Dus zolang wij de reis kunnen betalen en een klein beetje zakgeld hebben, hoeven we verder nergens meer aan te denken. Hoe makkelijk is dit hebben? De eerste keer dat we gingen waren we continu aan het budgetteren in de parken en aan het nadenken wat gaan we eten.
Dat was gewoon niet fijn. Nee, en nu was het vooral, hoe gaan we dat eten opkrijgen? Want ja, want Jaden gewoon... heeft nu dus ook een dining plan. Vorig jaar was die nog onder de 3. Ja, dat is gratis. Maar nu is hij dus 4 tegen die tijd. En ja. Het enige dus ook wat... Jaden moet 2 maaltijden en 2 snacks op een dag eten. Ja, het enige wat we nog moeten doen is zijn de vluchten regelen. Maar dat doen we redelijk last minute. Omdat het dan over het algemeen wat voordeliger is. Ja, we hebben wel al gezien dat we waarschijnlijk via Düsseldorf gaan vliegen. Want dat scheelt nogal. Dat scheelt best wat geld inderdaad. Ja. Maar daar komen we later ook nog weer op terug. Precies. Dus ja, het enige wat we nu eigenlijk even willen doen is bekendmaken waar we heen gaan. Wat het een beetje inhoudt. Maar voor verder detail komen we nog op terug. Want zoals je terecht zei, we hebben nog heel wat Florida vlogs te gaan. Onze eigen week- en weekend vlogs gaan natuurlijk gewoon door. Ja, en niemand gaat dit anderhalf jaar onthouden. Precies. Dus we komen er nog genoeg op terug. Maar goed, we gaan nu denk ik met de weekendvlog afsluiten. Ja. Zonder Jaden weer, want die ligt al op bed. Die ligt al op in hoor. Dus mensen, bedankt weer voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En abonneer je op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat vinden wij heel leuk. En dan zien we jullie graag bij de weekvlog. En ik ben heel leuk. Wat een drukke weekvlog. Zeker weten. Dus tot de volgende. Tot dan. Doei. Doei.